bij deze nieuwe video. Voordat ik begin, het kan zijn dat je af en toe een beetje wind op de achtergrond hoort of wat dan ook. Want het is alweer heel erg warm en ik heb dus de ramen openstaan. En er staan hier echt voor het huis like 5 bomen die de hele tijd waaien. Dus ik probeer het een beetje te vermijden, maar af en toe komt er gewoon in. En ik heb een trui aan met lange mouwen, omdat ik niet spoor. Nou, vandaag ga ik het hebben over de Primark, zoals je wel kunt zien aan mijn videotitel. Ik heb hier een hele zak vol met allemaal make-up van de Primark. Het is niet per se nieuw make-up, ik ben gewoon random de pre ingegaan. Hoe zou je zeggen is pre? Ik ben gewoon random de Primark ingegaan en ik heb gewoon allemaal make-up gezocht en die gekocht. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te pakken om een hele full face make-up te kunnen maken. Dat is niet helemaal gelukt, want er lag bijvoorbeeld geen blush. Dus ja, sommige dingen is mij dan niet gelukt, maar ik heb in ieder geval zoveel mogelijk geprobeerd te kopen. De Primark heeft echt een hele goede upgrade gemaakt qua make-up. Vroeger was echt helemaal niks, maar nu wordt het elke keer iets beter. Dus ik hoop dat ik vandaag weer veel producten heb die goed zijn, want het is allemaal heel betaalbaar. En dan is het gewoon heel fijn als iets ook echt goed werkt. Ik heb ook heel veel berichten gehad dat er bij de Action ook allemaal nieuwe make-up is. Ik ben ervan op de hoogte en die video komt er ook aan. Dus abonneer vooral op mijn kanaal als je die video nog wilt zien en like ook. En dan gaan we snel verder met de video. Oké, het enige wat ik al heb gedaan is dagcreme en mijn wenkbrauwen. Ik krijg heel vaak de vraag waarom ik mijn wenkbrauwen altijd al heb gedaan. Dat is omdat ik er gewoon niet van hou om die op camera te doen. Ik hou over het algemeen niet van om mijn wenkbrauwen te doen, want ik vind het echt vreselijk om die te doen. Omdat ik het ook gewoon niet zo goed kan. Qua make-up is echt het slechtste waar ik in ben. Wenkbrauwen, ze lukken ook nooit helemaal goed. Nou, ook niet erg. Die is iets meer hoekiger dan die. Het is altijd een heel gezeik. Laat staan als ik het ook nog op de camera moet doen. Dus ik doe het altijd gewoon van tevoren. Af en toe, hier en daar doe ik het op camera, omdat ik dan iets nieuws test of wat dan ook. Maar dat is dus de reden dat ik ze altijd al heb gedaan. En dat zal altijd zo blijven. Oké, ik heb hier ook de bon. In totaal was alles 47 euro. En ik heb best wel veel. Dus dat is allemaal heel goedkoop. Ik ga ook vertellen hoe duur alles is. En dan gaan we gewoon beginnen. Oké, ik ga eerst beginnen met primer. Ik heb de PS Radiant Illuminating Skin Primer. Deze is dus illuminating, niet mat. Dus deze is extra fijn voor de droge huid. En deze kostte 4 euro, dus echt super goedkoop. Je had ook een matte en nog een andere variant. Dus dat is ook handig om te weten. Ik ga deze gewoon even over mijn hele gezicht aanbrengen. Ik vind het altijd heel fijn, omdat mijn huid best wel droog is. Op dit moment niet echt, omdat er gewoon heel veel zon schijnt. En dan wordt mijn gezicht altijd iets vettiger. Maar normaal is het gewoon echt heel droog. We hebben by the way nou ook een Primark in Tilburg. Eindelijk, na 800 jaar, hebben we er eindelijk eentje. Ik moest iedere keer helemaal naar Eindhoven. Maar nu is het dus nog makkelijker voor mij om naar de Pri te gaan. Ik wil ook een Pri shoplog gaan maken. Dus die komt er ook allemaal aan. Er komen allemaal zoveel leuke video's aan. Niet te doen. Nou, hij is gewoon wittig. Hij voelt een beetje aan als die ene Essence primer. Hij is best wel dik. Dat vind ik wel fijn. Ik hou niet zo van die hele dunne primers. Ja, en mijn gezicht glanst ook nou. Hij is zeker illuminating. Het is niet te veel. Het is gewoon perfect goed. Tot nu toe vind ik hem fijn. Hij plakt ook een beetje. Dus ja, voor nu vind ik hem gewoon oké. Ik hoop dat hij ook gewoon echt en ook aan het einde van de dag mijn make-up nog goed zit. Dan heb ik als foundation de PS My Perfect Color Velvet Finish Foundation. Deze heeft een medium tot volledige dekking. Dat staat hier op de drop. En deze is 8 euro en ik heb hem in de kleur Toffee. Echt foundation kleuren bij de Primark is echt een bende. Er zijn echt bijna geen kleuren. Ik heb ook hier de PS My Perfect Color Longwear Matte Foundation van de Pri. Deze is super super fijn. Dus als je naar de Pri gaat en een matte volledig dekkende foundation zoekt, deze is echt geweldig. Deze is ook in de kleur Toffee. Het is echt heel raar, want dit gaat echt van een hele lichte kleur, echt like porseleinwit gekleurd naar deze kleur. Er is echt geen in-between. Terwijl ik ben een beetje in-between. Want deze zijn eigenlijk net iets te donker voor mij. Maar ja, ik kan beter een iets te donkere pakken dan die hele lichte. Want die hele lichte zou echt helemaal niet matchen. En ik weet van deze dat hij nog wel een beetje matchte. Dus vandaar dat ik gewoon de kleur Toffee heb gepakt. En deze heeft dus een velvet finish. Dat betekent niet mat en ook niet illuminating. Maar een beetje een, ja, een middenweg. En dit zijn van die druppels. Dus die ga ik gewoon een paar aanbrengen op mijn spons. Er komt alleen niet echt heel veel uit. Dat is wel een beetje vervelend. Oké, er komt echt bijna niks uit. Kijk, ik ben het echt aan het pakken eruit. En dan wil ik het op mijn spons doen. Oh, nou komt het wel. Als ik wil laten zien, dan komt er ineens wel iets uit. Maar niet echt veel. De spons is by the way niet van de Pri. Deze is van Morphe.
Kijk, de kleur is iets te goud. Ik heb geen goud in mijn huid. Ik heb een gele ondertoon, niet goud. Maar ja, I will make it work. Ja, ik ga het gewoon zo aanbrengen, want er komt echt niks uit. Dit is wel echt heel vervelend. Oh, er is foundation op mijn shirt gevallen. Wat erg gezeik. Oh my god, dat gaat er nou weer niet af. Oh my god. Nou, ik vind het qua aanbrengen echt nu al een gezeik. Het druppelt allemaal op mijn kleding. Nou, deze trui kan zo alweer meteen in de was. Want het gaat er natuurlijk weer niet af. Oké, nou, het zit helemaal op mijn gezicht. Het heeft inderdaad een beetje een medium tot volledige dekking. Het is ook echt niet mat, maar ook niet dewy. Het is gewoon precies wat hij zegt. Ik vind het alleen echt vreselijk qua aanbrengen. Er komt echt bijna niks uit dit dingetje. En de blending, ja, hij blendt gewoon niet goed. Je moet allemaal heel goed doorduwen. En er blijven steeds plekken waar hij niet goed pakt. En het is gewoon echt een gezeik. Het was echt een gezeik om dit op mijn gezicht aan te brengen. Uiteindelijk is het wel een beetje mooiachtig, maar nee, ik vind het nee. Het is echt te veel moeite. Nou, dan concealer. Ik heb hier de PS My Perfect Color Liquid Concealer in de kleur Ivory. Dit is een hele lichte kleur, maar net als bij de foundations, je hebt niet echt veel kleuren. Dus ik heb maar gewoon deze gepakt. En er staat op dat hij een medium dekking heeft. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben normaal qua concealers helemaal meer van de volledige dekking, maar goed. We gaan het gewoon proberen. Deze is wel echt heel erg licht. De foundation is te donker en de concealer te licht. Maar mensen, echt, ik had echt niet veel opties qua kleuren. Dus het was of te licht of te donker. En qua concealer ga ik dan voor te licht. Ik vind hem wel fijn aanbrengen. Volgens mij is hij mat, tenminste hij voelt mat aan. Nou, de concealer is echt een stuk beter dan de foundation. Deze blendt er gewoon helemaal mooi uit. Het is wel een beetje een lichte tot medium dekking. Dat vind ik wel. Dus er is niet heel veel dekking. Kijk, het is ook gewoon echt best wel veel weggeblend en zo. Dus ik vind hem niet heel goed, maar ook niet heel slecht. Dit is een beetje een concealer voor een alledaagse make-up lookje. Of voor de meiden die echt alleen concealer opdoen, is deze ideaal. Want je gaat het niet goed zien. Dus daarvoor is hij wel handig. Maar voor iemand als ik die allemaal veel make-up opdoet en al die dingen, is hij niet zo handig. Dus het hangt gewoon af van de persoon die jij bent of jij deze fijn vindt. Oké, dan wil ik even mijn gezicht en mijn neus gaan contouren. Ik heb hier de Bronze Me Up Highlight en Contour Face Palette. Deze in de sale. Hij was 8 euro, nu is hij 3 euro. En als je hem openmaakt, heb je allemaal poeders erin. Je hebt cream, maar ook gewoon normale poeder. Want even kijken, de onderste twee zijn creams en de rest is poeder. En je hebt een klein handig spiegeltje. Dus ik vind dit paletje echt super handig eruit zien in ieder geval. Ik heb hem nog niet geprobeerd. Ik ga eerst deze cream pakken om mijn gezicht te contouren. En dit breng ik gewoon zo aan onder mijn jukbeenderen. Het is wel vrij licht. Het is iets lichter dan wat ik normaal zou gebruiken. Het is ook best wel warm. Dus ik denk dat dit er meer uit gaat zien als een cream bronzer dan cream contour. Kijk, het is gewoon bijna mijn huidskleur. En dit blend ik dan gewoon weer uit met die spons. Nou, ik vind het wel gewoon fijn blenden, maar het is echt niet mijn kleur. Het is te geel. Het is niet echt een goede contourkleur. Kijk, ik ga even het verschil laten zien. Kijk, dit is dus die kleur. En ik contour vaak met de Kiko Contour Stick. En om het verschil te laten zien, de onderste is dus die van Kiko. Het is echt een heel groot verschil. Deze is meer cool en donkerder. En deze is meer, ja, meer geel-oranje en iets lichter. Het is meer alsof ik nou mijn gezicht heb gebronst. Maar ik vind hem net iets te geel. Nou, dan pak ik de poeder contour kleur. En daarmee ga ik gewoon daar overheen. Ik vind die kleur er iets beter uitzien, want deze is iets minder geel. Oh, er komt echt heel veel kleur vanaf. Oké, ik heb een beetje te veel gedaan. Er komt best wel veel pigment vanaf. En ik ga dit gewoon gebruiken als bronzer slash contour. Deze kleur echt al stukken beter, alleen hij blendt niet heel fijn. Maar ja, we hebben het over een paletje van 3 euro. En voor dat bedrag is hij goed genoeg. Je moet gewoon een beetje extra blenden. En niet te veel pakken, want dat deed ik dus in het begin. Dat ging echt mis. En dan ga ik ook die kleur gebruiken voor mijn neus. En dan die lichtere poederkleur, deze, die ga ik doen op het midden van mijn neus. En dan blend ik het gewoon zo uit met een kwast. Ja, ik had net ook al door dat het niet heel goed blendt, dus dit kost wel een beetje veel moeite. Ik zou hiermee niet je neus contouren. Nou, mijn neus is niet helemaal perfect gegaan. But I tried my best.
Dan heb ik hier de PS My Perfect Color Mineral Powder. Dit is dus een losse poeder. Dit is in de kleur porselein en was €2,50. En ik wil hiermee gaan baken. Dit is wel een beetje een roze poeder. En hij is vrij licht. Je had wel een paar opties qua kleuren, maar deze kleur was het beste voor mijn huid. Normaal was ik gegaan voor een iets meer gele ondertoon. Oké, de poeder voelde best wel fijn aan. Ik vind hem eigenlijk best wel mooi. Ik had dat niet echt verwacht. Ik weet nog dat ik in de winkel stond en die mij gewoon pakte. En dacht van dan heb ik tenminste op zijn minst een poeder. Het zal niet veel zijn. Maar omdat hij dus ook een roze ondertoon heeft, verlicht hij heel erg. Want dat doet dus die kleur. Ik vind hem echt heel mooi. I like it. Nou, dat is tot nu toe het eerste product waarvan ik zeg, die vind ik echt mooi. Deze raad ik zeker aan, vooral ook voor die lage prijs. Heel mooi, hij blijft ook niet plakken en zo. I like it. En dan pak ik weer deze kleur, de lichtste poederkleur. En dan op de plek waar ik heb gebaked, ga ik er nog overheen met die poeder om het nog weer te verlichten. Dit doe ik altijd, dus dit wil ik nou ook proberen. Handige truc om het onder te verlichten. Kijk maar het verschil, het is nou hier echt een stuk lichter. En als je het met een kwast aanbrengt, dan breng je iets minder aan. Dus als je dit dan te veel vindt, kun je het ook aanbrengen met een kwast. Die poeder vind ik dan iets minder. Die blijft hier een beetje plakken en maakt een beetje van die rare vlekjes. Wat vind ik van dit contourpaletje? Ik raad hem niet per se aan, want het kost gewoon echt heel veel moeite. En dan heb je ook nog de highlight kleurtjes. Die zien er op zich wel mooi uit, maar het zijn niet echt hele praktische kleuren. Ze zijn best wel donker, terwijl de rest van de kleuren om te contouren zijn weer niet geschikt voor de donkere huid. Dus het is een beetje raar. En die kleur is echt heel erg roze. En ik denk niet dat de meeste mensen hier zo'n hele roze streep willen. Dus ik vind dit paletje niet zo, helaas. Ook niet voor €3. Laat staan €8. Hij was eerst €8. Ik ga nou verder met ogen. Ik heb hier de PS Pure Eyeshadow Palette. Die ziet er dus zo uit. Voor de mensen die Fenty kennen, het make-up merk van Rihanna. Die kan zien dat Primark zeker inspiratie heeft gehaald uit die collectie. Want er lag nog meer. En alles leek echt verdacht veel op het make-up merk Fenty. En ook deze zo met deze soort van bijenkorfachtige figuurtjes. Dit is echt namaak van dat merk. En het viel me echt best wel op dat ze best wel veel hebben nagemaakt van andere merken. Want je had ook make-up die leek op MAC. Ik heb hier die lipsticks heb ik ook gekocht. Die laat ik straks ook even zien. Je had ook een aantal die heel veel op Urban Decay leken. Eentje heette ook gewoon echt Urban. Dus dat was echt heel apart. Maar ze halen in ieder geval heel veel inspiratie uit andere make-up merken. Ook het merk van Kylie Jenner. Daarvan heb ik ook één gekocht. Dat laat ik ook straks zien. Dus ze haalde in ieder geval heel veel inspiratie uit heel veel make-up merken. In ieder geval, ik vind dit paletje echt heel mooi. Je hebt hier een beetje alledaagse kleuren. Hier een beetje blauw om het toch een beetje leuker te maken. En ik ga hier gewoon even snel een makkelijke look mee maken. Wat ik wel jammer vind is dat hier geen spiegel zit. Dit paletje was by the way, even kijken, volgens mij €8. Dit paletje is €6. Ik pak eerst de witte matte kleur voor over mijn hele oog. Die is niet wit. Die is een beetje holographic. Oké, ik dacht die is gewoon wit. Maar oké, dat is hij dus niet. Nou heb ik het al aangebracht. Dus nou ga ik het gewoon hier ook doen. Nou, ik pak eerst deze kleur als transitiekleur. Dit is een beetje een soort van peachy-achtige roze. Oh, die is wel heel licht. Nou, het gaat allemaal niet zo goed, hè? Het is echt elke keer niet wat ik had verwacht. Oké. Er komt ook niet echt veel kleur vanaf. Nou ga ik weer commentaar krijgen straks. Je bent te negatief. Dit is echt een negatieve video. Bla bla. Maar ik ben gewoon eerlijk. Nou, wat ik ga doen is ik pak deze bruinige kleur en daarmee ga ik er overheen. Die leek maar iets te donker, maar aangezien er niet veel kleur vanaf komt, is die misschien gewoon goed. Ja, deze is mooi. Hier komt tenminste iets vanaf. En dit breng ik gewoon zo aan in mijn hele arcadeboog. Dan pak ik deze donkerbruine kleur om het allemaal iets donkerder te maken. Daar komt ook niet echt veel vanaf. En die kleur doe ik ook op mijn onderste wimperrand. Nou, tot nu toe gaat het niet zo goed. De kleuren hebben niet echt veel pigment. Ze blenden ook een beetje moeilijk. Het is ook nog allemaal niet echt heel goed geblend. Tenminste niet hoe ik het normaal zou willen hebben geblend.
Het gaat allemaal een beetje lastig helaas. Terwijl dit paletje ziet er zo mooi uit. Ik had een ander paletje gepakt. Maar door dit paletje heb ik die andere weggelegd. Omdat ik dus deze er zo mooi uit vond zien. Ik pak deze donkere blauwe kleur. En die doe ik op mijn hele ooglid. En ik maak mijn kwast altijd nat met fixing spray. Hopelijk komt er wel een beetje kleur vanaf. Oh, nou, er komt wel iets vanaf. Ik laat hier binnen een beetje open. Want daar ga ik die lichtblauwe kleur doen. Er is in ieder geval niet echt fallout. Dat is wel weer positief. Dan pak ik weer die donkerbruine kleur. En dan ga ik ze allebei even in elkaar uitblenden. De blauw en de bruin. Oké, de bruine kleur haalt de blauwe kleur echt helemaal weg. Oh mijn god, dit is echt zo'n fiasco. Niet te doen. Die blauwe kleur wil helemaal niet blenden. Oh mijn god, kijk hier. Die blauw gaat gewoon helemaal weg en is helemaal aan het verschuiven. Oké, nee, dit is echt een mes. Dan pak ik deze lichtblauwe kleur en die ga ik doen in mijn binnenste ooghoek. Ook die kleur is weer heel mooi, maar blendt weer voor geen meter. Net als alle andere kleuren. En oh mijn god, als je zo doorblendt, dan blendt hij het ook weer weg. Oké, ik heb even een beetje ingezoomd, want kijk deze fiasco. Hier zie je gewoon mijn huid, hier zijn allemaal vlekjes. Hier is het ook gewoon er helemaal vanaf. Kijk. Het is ook helemaal niet goed. Het blendt ook gewoon helemaal niet goed. Het blijft gewoon zo zitten. Hoe vaak ik er ook met mijn kwast overheen ga. Het wil gewoon niet blenden. En dit had zo mooi kunnen zijn. Maar ja. Oh mijn god, mijn wenkbrauwen zien er ook niet uit. Oké, ik ga even terug uitzoomen. Nou, ik denk dat ik niet meer hoef uit te leggen dat ik dit paletje niet aanraad. Dan voor eyeliner heb ik de PS Liquid Eyeliner. Deze is gewoon zwart en is 1,50 euro. En daarmee ga ik dan even een wing maken. Nou, ik durf het gewoon bijna niet te zeggen, maar ook deze eyeliner is echt vreselijk. Oh mijn god, kijk hoe het hier helemaal is gegaan. Hier was het nog best oké, maar kijk, hier gaat het er ook echt helemaal af. En het is helemaal droog en het brengt helemaal niet goed aan. En oh mijn god, wat een ellende. Bijna alles is slecht. Tot nu toe is letterlijk het enige wat ik aanraad. Deze primer en deze poeder. Voor de rest is echt alles een faal. Man, man, man. Nou, de Primark video die ik hiervoor heb gemaakt was volgens mij een stuk positiever. Ik heb nou gewoon echt een paar slechte producten uitgekozen. Ik heb ook een mascara, de PS Lash Contour Mascara. Deze is 3 euro en die ga ik gewoon even aanbrengen. En die eyeliner, oh mijn god. Kijk, hier heb je gewoon echt een gat ook weer waar je huid kunt zien. Het is een vrij dikke en grote applicator. Hij brengt wel gewoon fijn aan, vind ik. Nou, de mascara vind ik gewoon oké. Niks speciaals, niet heel slecht. Het is gewoon oké voor alledaags, denk ik. Nou, waar ik wel heel enthousiast over ben en die er heel mooi uitzien, zijn deze Glam Lash Collection wimpers voor 6 euro. Deze zagen er allemaal zo mooi uit en ik heb hele lange en dramatische gepakt, want daar hou ik van. Ik hoop dat ze dramatisch genoeg zijn om deze dramatische ooglook een beetje te verpesten. Dit is dus in samenwerking met haar. Zij heet Suzanne. Ik ken haar niet, maar ja, ik vind er heel mooi uitzien. Suzanne Jackson. Oh, handig. Nou, ik heb in ieder geval deze. Er staat niet echt op welke dan dit zijn. Nou, dit zijn ze dan heel lang, heel dramatisch. I love it. Oh, deze zijn denk ik in de stijl New York. Want dat is wat erop staat, but I'm not sure. Nou, ik heb de wimps opgedaan. Ik vind ze heel mooi. Ik heb alleen, ja, ze vallen een beetje naar beneden. Ik had ze misschien iets korter moeten doen. Maar voor de rest vind ik ze mooi. Ik heb ook een beetje blush opgedaan, want ik heb geen blush van de Pri. Dus ik heb eentje van Milani opgedaan. De Milani Baked Blush in de kleur Berry Amour. Ja, de wimpers, ja, ze hangen wel echt te laag. Ik moet ze echt beter knippen, maar dat ligt aan mezelf. Nou, dan gaan we door met highlighter. Ik heb hier de Kylie Jenner highlighter. Dit is de PS Brunch Club highlighter. In de kleur, I don't know, maar het is in ieder geval een beetje een lichte kleur. Als je het een beetje goed kunt zien. En deze is 3,50 euro. Hij is heel mooi, tenminste. Ik had hem ook in de winkel geswatcht. Hij lijkt heel mooi. Dus ik ben benieuwd. Ik ga hem gewoon even aanbrengen op mijn jukbeenderen. Nou, de kleur is misschien iets te licht voor mij, maar ze hadden nog meer kleuren. Maar ik vind hem wel heel mooi. Hij is echt heel heftig. Oké, de kleur is echt way too licht voor mij. Echt, wat is deze make-up look een puinhoop, mensen. Maar ik vind hem wel mooi. Hij is heel heftig, heel blinding. Hij brengt het gewoon goed aan. Dus als dit wel jouw kleur is, dan denk ik dat je er heel blij mee. Oké, wacht even. Terwijl ik dus dit aan het doen was, om het een beetje minder te maken, dat doe ik heel vaak.
gaat het er gewoon helemaal af. Kijk dan, het is er gewoon af. Kijk dat verschil. Het gaat er gewoon af. Had ik eindelijk iets waar ik een beetje positief over was? Nee. Als het er zo makkelijk afgaat, is dit er echt al af als je het uurtje op hebt. Nee. Oké, ik ga hem wel weer even opnieuw aanbrengen. Gewoon voor de look. Dus ook deze raad ik niet aan. Oh my god. Het is zo slecht. Het is echt dramatisch. Oké, dan als laatste de lippen. Ik heb hier de lipstick die op MAC lijken. Dit is de PS Luster Lipsticks. Deze zijn weer een namaak van MAC. Die van net was Kylie. Die andere was Fenty. Dit is MAC. Ik heb hem in de kleur In The Buff. Dat is de bruine. En ik heb hem in de kleur Melba. Het waren allemaal een beetje nude kleurtjes. Deze zijn €1,50. Super, super goedkoop. Dus ik hoop dat ze een beetje mooi zijn. Ik heb ook een gloss. Die ga ik er straks opdoen. Ik ga eerst dus de kleur In The Buff opdoen. Dit is een bruinige kleur. Het is wel echt een hele goedkope verpakking. Maar het is maar €1,50. Oh my god. Hij is er gewoon afgevallen. En ik zette echt niet veel druk. Ik deed echt maar een beetje. Ik had hem ook niet ver naar boven uitgeschoven of zo. Oké. Ik wil hem toch nog proberen een beetje op te doen. Oké, er komt ook niet echt kleur vanaf. En ik doe echt veel op. Ik heb onder wel, boven niet. Je ziet amper verschil. En hij is al kapot. Dus oké. Ik ga die andere al doen. De kleur Melba. Ik doe hem echt een klein beetje omhoog. Dit is een beetje een roze nude. Ook hier komt niet heel veel kleur vanaf. Maar wel iets meer. Kijk, onderlip heb ik gedaan. Bovenlip niet. Het is echt een beetje roze. Ik zie al hieronder. Ik heb hem nou helemaal omhoog uitgeschoven. Dat hij ook aan het breken is. Dus deze gaat het ook niet lang volhouden. De kleur, ja. Ook niet zo mooi. En het kost best wel veel moeite om het aan te brengen. Je moet echt 100 keer op en neer om een beetje kleur te krijgen. Dus om die redenen raad ik deze lipsticks ook niet aan. Oh mijn god. Dan heb ik als laatste hier de Glitter Junkie Lip Gloss. Dit is echt een hele glitterachtige holographic lip gloss. Die ga ik dus hier overheen aanbrengen. Deze kost €3,50. En je had hem ook in een andere kleur. Een beetje een wittige. Het is wel een beetje sheer. Het is een beetje dun. Maar wel mooi. Dit doet ook bijna niks. Ik heb één laag opgedaan. Ik zie een beetje glitter. Dat wel. Maar niet echt veel. Het is echt heel sheer. Kijk, als je het net opdoet. Dan is het echt heel heftig. Maar dan als je het gaat uitblenden. Blend gewoon echt helemaal weg. Komt wel echt een beetje glitter. Dus als je dit genoeg vindt. En mooi vindt vooral. Dan, ja, dan is hij wel gewoon goed. Ik vind hem niet mooi. Ik vind het echt gewoon van die rare glitters op mijn lippen. Het is echt heel raar. Sorry mensen. Maar dit was echt een flop vandaag. Ik vind het echt leuk. Het verpest dan oprecht mijn humeur. Nou mensen. Dit was dan de flop van vandaag. Letterlijk het enige wat ik aanraad is de primer en de poeder. Deze twee vond ik echt toppetjes. Voor de rest. Allemaal niet echt geweldig. Nee. Ik heb het ook al in de video verteld. Per artikel heb ik verteld. Ja, wat ik ervan vind. En dat het toen allemaal niet zo goed ging. Ik vind het heel jammer dat dit nou een beetje een soort van negatieve video is geworden. Maar ja, ik wil altijd wel echt gewoon echt zeggen wat ik vind. En als gewoon heel veel dingen een flop zijn, dan is dat nou eenmaal zo. Ik hou persoonlijk wel van dit soort video's. En dan weet ik wat ik dus niet moet halen. Dat is ook altijd fijn om te weten. Als je een meer positieve video wilt zien van de Primark. Ik heb hem al straks al hier gelinkt ergens. In die video ging alles een stuk beter. Maar ja, vandaag gewoon niet. Het gaat nog gewoon eenmaal zo. Ik hoop dat jullie alsnog van de video hebben genoten. Vergeet niet de video te liken en te abonneren op mijn kanaal. En dan komt er, even denken, zondag komt er weer een video. Doeg!